Hallo YouTubers. Ja, kom je terug van vakantie? En doe je alles natuurlijk in de wasmachine. En breek dus de scharnier af van de deksel van de wasmachine. Ja. Bestellen, morgen in huis. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar nou, hoe ga je hem eruit krijgen? Veel kijkplezier. Dus, deze zilveren rand, die zit erop geklikt en die zit best strak. Dus ik had een idee. En dat moet je met de messen, dan zet je hem zo. Kijk hoor, kunnen we dat beter laten zien? Ja, ik zal ze er even in zetten zo. En dan is het eigenlijk net als een fietsband. Er overal inzetten. Ik heb hem er al uit. Dus ik doe eventjes net alsof. Maar ik wil even laten zien hoe ingewikkeld dat het is. Dus heb ik al die messen heb ik erin gezet. En dan pak je een grote schroevendraaier en dan zit er hier aan de onderkant zit een gaatje en dan kan je hem zo van eruit wrikken. En die messen, die moet je erin zetten. Oeh, ik vergeet helemaal mijn microfoon. Nou, maakt niet. Ik denk dat het goed komt. Dus die messen die zitten er dan allemaal in. En dan kan je hem er heel voorzichtig uittillen, zo. Het gaat namelijk om deze klippertjes. Die blijven overal achter hangen en achter zitten. En dat klikt elke keer weer terug weer in. En die klikken hier zo in die gaatjes. Als je dan zo'n mes pakt en die zet je dus op zo'n gaatje, dan blijft die zitten. En dan kan je hem eruit tillen. Want ik heb het een paar keer geprobeerd en dan klinkt het net alsof alles afbreekt. Dus dit vond ik eigenlijk wel een goede. En dan komt er dus op internet, doe de 6 groefjes, maar dat zeggen ze als eerst. Maar die 6 groefjes, die is hier zo. Achter dus deze ring. Dus die gaan we even losmaken. Dat is wel handig, er zitten hier van die nokjes in. En hier zitten, in het plastic zitten ook van die nokjes. Pas ze bij elkaar in. Ja. Dan is dit dus de oude. Missen we dus het pootje. Is daarna zoveel jaar een keertje afgevallen. Ja, of afgebroken. Kan gebeuren. Nieuwe leggen we erin. Oh ja, hoe dan? Kak. Ja, zo. Denk zo. Thank you.
Dan, hoe zit deze ook alweer? Ik heb hier drie schroefjes. Ik heb hier drie schroefjes bij elkaar zitten. En ik heb daar ook drie schroefjes bij elkaar zitten. Ook hier zit weer zo'n nokje die hier weer invalt. Die klik je dan vast. Waar zitten die nokjes? Ik ben de nokjes kwijt. Ah, kijk. Opnieuw. Hier zit een nokje. Een nokje. Niet goed. Niet goed. Hoezo zit hij niet goed? Nou zit hij in het midden. No. Happig. Nee, ja. Het zit lekker mee. Beugel.
Peter! Echter! Het dekseltje. Een klemmetje. Wat hier? Nou, doe ik even. Voor een alsnog drinken te krijgen. Zonder alles weer aan elkaar te schroeven voor de derde keer. Vierde keer, vijfde keer. Wie zou het? Wie zou het niet gebruiken? In elkaar staan. Ja. En toen kwam ik erachter dat het schenierpunt er helemaal niet is. Ik kon hem weer aan elkaar halen. Wat goed erin gezet? Ik hoop dat ik hem er goed in heb gezet. Dat is het nog erger. Ik zou niet eens weten hoe het goed is. Hoe het goed is. Nou, daar zit hij. Ik zou er allemaal uitknippen. Wat ga je erop maken? Nee, ik knip er niks uit. Ik knip er helemaal niks uit. Jullie krijgen allemaal de raw version. Als het goed is, zou nou die ring er gewoon op moeten klikken. Als het goed is, hè. Wat zou ik hier hebben? Hier natuurlijk die. Er zitten dus twee van die gaatjes in. Er zitten hier ook twee gaatjes, dus dat moet op elkaar komen. Zo makkelijk als hij erop ging. Zo makkelijk gaat hij erop. Klik, klak, klik. Ik krijg niet eens de kans om te kijken of hij wel goed zit. Ja, hij zit wel goed. Op de machine. Dit hakje. En dit pennetje. En twee schroefjes. Even kijken, dit gaatje, dit pennetje en twee schroefjes. Even kijken of we dat een beetje leuk kunnen filmen zo meteen. Zoiets. En dan misschien vanaf de andere kant toch maar beter dan. Het is een beetje krap, moet lukken. Schroefje niet kwijtraken.
Zwart is zwart. Nieuw. Ja, en zo simpel is het. Het is even creatief. Het was vooral lastig om die klikkers van, het, van die rand eraf te krijgen. Maar met de messen ertussen was het eigenlijk wel een fantastisch plan. Ging het eigenlijk super simpel. Want in het begin was ik met een schroevendraai bezig en ik kraakte en ik knarste. En ik dacht, oh, was allemaal eng. Dus en toen op een gegeven moment zag ik even zo door zo'n kiertje zag ik wat er aan de hand was. Ik denk, oh, net als een fietsband, messen ertussen. Of iets vlaks, weet ik veel. Ik weet niet of je wat anders hebt, vast wel. Maar ik had toevallig zoveel messen bij me. Of in de la liggen. En dan is het eigenlijk allemaal vanzelfsprekend. Ik zou zeggen, vond je het een leuk filmpje? Dan zou ik zeggen, like, abonneer. En tot de volgende keer.